Dagelijkse woorden van God. Het managementwerk van de mensheid is verdeeld in drie fases. Wat betekent dat het werk van het redden van de mensheid is verdeeld in drie fases? Deze drie fases betreffen niet de schepping van de wereld, maar eerder de drie werkfases van het tijdperk van de wet. Het tijdperk van genade en het tijdperk van het koninkrijk. De schepping van de wereld was het voortbrengen van de gehele mensheid. Het betrof niet het reddingswerk van de mensheid en het heeft niets te maken met het redden van de mens. Want toen de wereld werd geschapen, was de mensheid niet door Satan verdorven en hoefde het reddingswerk van de mensheid dus niet uitgevoerd te worden. Het werk van het redden van de mensheid begon pas toen de mensheid verdorven was en dus begon het managementwerk van de mensheid ook pas toen de mensheid was verdorven. Met andere woorden, Gods management van de mens begon als gevolg van het reddingswerk van de mensheid en kwam niet voort uit het scheppingswerk van de wereld. Pas nadat de mens een verdorven gezindheid kreeg, kwam het managementwerk tot stand. En dus omvat het managementwerk van de mensheid drie onderdelen in plaats van vier fases of vier tijdperken. Alleen dit is de juiste manier om te verwijzen naar Gods management van de mensheid. Wanneer het einde van het laatste tijdperk daar is, zal het managementwerk van de mensheid tot een volledig einde gekomen zijn. De afsluiting van het managementwerk betekent dat het reddingswerk van de gehele mensheid volledig is afgesloten en dat de mensheid het einde van zijn reis heeft bereikt. Zonder het reddingswerk van de gehele mensheid zou het managementwerk van de mensheid niet bestaan. Nog zouden de drie werkfases er zijn. Juist vanwege de verdorvenheid van de mensheid en omdat de mensheid zo dringend behoefte had aan redding, stopte Jehovah met de schepping van de wereld en begon hij met het werk van het tijdperk van de wet. Pas toen begon het managementwerk van de mensheid, hetgeen betekent dat pas toen het reddingswerk van de mensheid begon. Het management van de mensheid betekent niet het leiding geven aan het leven van de mensheid, pas geschapen, op aarde. Het is echter de redding van een mensheid die door Satan is verdorven. Dat wil zeggen, het gaat om de transformatie van deze verdorven mensheid. Dit is de betekenis van het management van de mensheid. Het werk van de redding van de mensheid omvat niet het scheppingswerk van de wereld. En dus omvat het managementwerk van de mensheid niet het scheppingswerk van de wereld. En het managementwerk omvat slechts drie werkfases die losstaan van de schepping van de wereld. Om inzicht te krijgen in het managementwerk van de mensheid, is het noodzakelijk dat men zich bewust is van de geschiedenis van de drie werkfases. Hiervan moet iedereen zich bewust zijn om gered te kunnen worden. Als schepselen van God moeten jullie erkennen dat een mens door God geschapen is. En moeten jullie de bron erkennen van de verdorvenheid van de mensheid. En bovendien moeten jullie het proces van de redding van de mens erkennen. Als jullie alleen maar volgens de doctrine weten hoe jullie moeten handelen om Gods gunst te verkrijgen, maar geen benul hebben hoe God de mensheid redt of van de bron van de verdorvenheid van de mensheid, dan is dit wat jullie ontbreekt als schepselen van God. Je moet niet slechts tevreden zijn met het begrijpen van die waarheden die in de praktijk gebracht kunnen worden, terwijl je onwetend blijft van het bredere perspectief van Gods managementwerk. Als dat het geval is, ben je te dogmatisch. De drie werkfases vormen de kern van het verhaal van Gods management van de mens. De komst van het evangelie van het gehele universum. Het grootste mysterie van de gehele mensheid. En deze zijn ook het fundament van de verspreiding van het evangelie.
Als je je alleen richt op het begrijpen van eenvoudige waarheden die betrekking hebben op je leven en hier niets van weet, het grootste van alle mysteries en visies, is je leven dan niet te vergelijken met een defect product dat nergens goed voor is en waar je alleen maar naar kunt kijken. Als de mens zich alleen maar concentreert op de praktijk en het werk van God en de kennis van de mens als secundair beschouwt, is dat dan niet hetzelfde als zuinig zijn met muntjes, maar kwistig met bankbiljetten? Wat je moet weten, moet je weten. En wat je in praktijk moet brengen, moet je in praktijk brengen. Pas dan ben je iemand die weet hoe je de waarheid moet najagen. Wanneer de dag voor je aanbreekt om het evangelie te verkondigen en je alleen kunt zeggen dat God een groot en rechtvaardig God is, dat Hij de Allerhoogste God is. Een God met wie geen enkel groot man zich kan vergelijken en dat niemand verhevener is. Als je alleen maar deze irrelevante en oppervlakkige woorden kunt spreken en nauwelijks in staat bent om woorden te spreken die van cruciaal belang zijn en die een inhoud hebben, als je niets te zeggen hebt over het kennen van God of over het werk van God en bovendien de waarheid niet kan uitleggen of voorzien wat er aan de mens ontbreekt, dan is iemand zoals jij niet in staat om zijn plicht goed te vervullen. Getuigen van God en de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk is geen eenvoudige zaak. Je moet eerst worden uitgerust met de waarheid en de visies die moeten worden begrepen. Wanneer de visies en de waarheid van de verschillende aspecten van Gods werk duidelijk voor je zijn, leer je in je hart het werk van God kennen. Ongeacht wat God doet, of dat nu een rechtvaardig oordeel is of loutering van de mens, je hebt de grootste visie als basis en de correcte waarheid om in praktijk te brengen, waardoor je God helemaal tot het einde toe zult kunnen volgen. Je moet weten dat, ongeacht wat voor werk Hij doet, het doel van Gods werk niet verandert, het hart van zijn werk niet verandert en zijn wil voor de mens niet verandert. Hoe streng zijn woorden ook zijn, hoe vijandig de omgeving ook is, de principes van zijn werk veranderen niet en zijn voornemen om de mens te redden verandert niet. Mits er geen openbaring is van het einde van de mens of van de bestemming van de mens en het niet het werk van de laatste fase betreft en het werk van Gods algehele managementplan niet tot een einde gebracht wordt en mits het is gedurende de periode dat Hij werkt aan de mens, dan zal het hart van zijn werk niet veranderen. Het gaat altijd om de redding van de mensheid. Dit zou de basis moeten zijn van jullie geloof in God. Het doel van de drie werkfases is de redding van de gehele mensheid, wat betekent de volledige redding van de mens uit het domein van Satan. Hoewel elk van de drie werkfases een ander doel en een andere betekenis heeft, is elk een onderdeel van het reddingswerk van de mensheid en een ander reddingswerk dat wordt uitgevoerd zoals de mensheid daar behoefte aan heeft. Als je je eenmaal bewust bent van het doel van deze drie werkfases, dan ben je je ook bewust van de waarde van elke werkfase en weet je hoe je moet handelen om aan de wens van God te voldoen. Als je dit punt kunt bereiken, dan zal dit, de grootste van alle visies, je fundament zijn. Je moet niet alleen kijken hoe je dingen eenvoudig in praktijk kunt brengen, of alleen zoeken naar diepe waarheden. Maar je moet visies combineren met de praktijk, zodat er zowel waarheden zijn die je in praktijk kunt brengen, als kennis die op visies gebaseerd is. Pas dan ben je iemand die de waarheid helemaal najaagt.